In deze podcast spreken we met mensen die om welke reden dan ook de overstap hebben gemaakt naar de sector zorg en welzijn. Waarom hebben ze deze overstap gemaakt? Wat kwam er allemaal op ze af? En hoe ervaren ze hun huidige werk? Kortom, hoe verliep hun zorgavontuur? Welkom bij de Zorgavonturen podcast. Aflevering 5 alweer van de Zorgavonturen podcast. We hebben al veel branches voorbij horen komen waaruit mensen vertrokken zijn om hun hart te volgen en in de sector zorg en welzijn te werken. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je altijd al in de zorg gewerkt hebt, maar het op een gegeven moment toch kriebelt om binnen de zorg een ander pad te gaan bewandelen. Het is het verhaal van Francisca van der Horst. En ze is bij ons om haar zorgavontuur met ons te delen. Francisca, van harte welkom. Dank je wel. Ja, we beginnen altijd bij elke kandidaat van deze podcast met de prangende vraag: welke overstap heb je precies gemaakt? Dus van welke functie naar welke functie ben je gegaan of ben je onderweg? Ja, ik uh, kom uit, uh, uit de jeugdzorg, uit de jeugdhulpverlening. En mijn laatste functie was uh, uh, kernfunctionaris bij de Raad voor de Kinderbescherming. En ik ben nu uh, verpleegkundige hbo-v-leerling in het ziekenhuis. Ja, dus eigenlijk altijd al een achtergrond in de zorg uh, gehad. Was het ook iets uh, waarvan je als kind of aan, van kind af of aan al wist: uh, dit wil ik gaan doen? De zorg überhaupt bedoel ja. je? Ja, dat heeft er altijd wel een beetje in gezeten. Ik heb af en toe wel andere dingen geroepen uh, als puber zijnde. Maar uh, het, zat, het zit toch in je bloed, uh, blijkbaar. Dus, uh, dus ik ben eigenlijk altijd wel in die kant uh, opgerold. Ja, want wat is de, de opleiding die je in eerste instantie gedaan hebt? Uh, nou, ik heb het, uh, een MBO en daarna nog een HBO uh, sociaal-pedagogische hulpverlening gedaan. En ja. daarna dus met kinderen, met tieners, met gedragsproblematieken en uh, dat soort dingen gewerkt. Ja, want wat was het, uh, wat je zo trok om met kinderen te gaan werken in die tijd? Um, ik denk in, uh, in essentie. Vind ik, het, ik vind het leuk om met andere mensen om te gaan um, en um, iets te kunnen betekenen voor een ander. Klinkt een beetje zweverig en lief, zo bedoel ik het dan ook weer niet, want ik ben niet altijd even lief geweest in, als, als opvoeder van uh, pubers met gedragsproblematiek. Uh, maar iets, iets te kunnen verbeteren in de, in de omgeving van een ander of in het, in het leven van een ander, dat vind ik... Uh, een prettige bijdrage. Ja, en dat kan natuurlijk ook uh, hè, voor ouderen zijn... of mensen met, uh, met gedragsproblemen. Maar was er ook een reden om specifiek met kinderen te werken... of ben je daar eigenlijk gewoon een beetje in gerold? Ik vind uh, kinderen sowieso meestal wel leuker dan volwassenen. In het ja. hele leven dus. <laughs> waar, zit hem, de, waar zit hem dat in? Uh, ja, ik hou wel een beetje van dat wilde, uh, dat ontwekkende. Uh, ik heb tijdens mijn studie ook in een kinderdagverblijf gewerkt... en. Iedereen riep dan altijd, oh, je bent echt een peuterleidster. Maar ik vond de babyfase fantastisch. Omdat de, de hoeveelheid ontwikkeling die kinderen van 0 tot 1 doormaken, dat is zo groot. Dat zie je nergens anders meer in de opvoeding. Uh, of in het leven van een kind en dat ja ik geniet daarvan om ontwikkeling te kunnen volgen ja gewoon een stukje voldoening gelijk in je werk terugzien eigenlijk ja. en ja. een beetje lol ja dat heb je met kinderen wel uh, over het algemeen uh, ja. genoeg en wat is het pad wat je vervolgens uh, bewandeld uh, hebt je bent begonnen in uh, de jeugdhulp uh, hoe ja. uh, vervolgde jouw carrière zich uh, nou ik heb binnen de jeugd uh, heb ik wat wat aantal een aantal functies gehad onder andere dus inderdaad in een tehuis met kinderen met uh, gedragsproblematiek. tieners waren dat ook wel met wat jongere kinderen gewerkt. Ik heb zelfs heel eventjes nog in de gehandicapte zorg, maar dat was daarvoor tijdens mijn opleiding. En na het behalen van mijn hbo... heb ik bij de Raad voor Kinderbescherming gewerkt. En dat heb ik zo'n 15 jaar gedaan. Binnen die functie heb ik veel verschillende dingetjes kunnen doen... vanuit die functie, zeg maar. Ja, maar eigenlijk, is echt al, 15 jaar er gewerkt. Dus wel een plek waar je naar je zin had. Ja, was wel echt mijn tweede thuis. ja... Dat vond ik heel leuk. Ik had hele lieve collega's en het is, het is een hele leuke baan. Maar ja. blijkbaar dan op een gegeven moment toch niet meer genoeg voor mij. Nee, we hebben veel kandidaten gehad die uh, zeiden van nou, ik had, uh, ik was er echt goed klaar mee hè, met het werk wat ik deed. Ik wilde iets totaal anders uh, doen. Maar bij jou was er dan toch een ander soort motivatie om over te stappen. Want je zat eigenlijk prima. Ja, ja nou ja, prima. Dan was ik er gebleven, denk ik. Ja. Dus, dus dat niet helemaal. Maar nee, ik had, ik had een hele. Ik, het was een hele leuke baan. Um, met eigenlijk alles wat ik zoek in een baan, dat had hij ook. Um, en mijn collega's waren fantastisch, zijn nog steeds lieverd, dus zie ik nog steeds uh, regelmatig. Um, dus er was voor mij niet een noodzaak om ergens anders te gaan. Dus uh, ik denk dat ik wel de tijd heb genomen om na te denken over wat ik wilde, of dat echt iets beter zou zijn dan wat ik achter ging laten. En heeft het lang geduurd om uiteindelijk dat besluit uh, te nemen? Uh, nou, ik denk wel graag dingen door. Dus ik ben wel iemand die zich goed voorbereidt op uh, dat soort dingen. Ik, en ik heb als Rijksambtenaar mag je natuurlijk een, uh, uh, een loopbaancoach uh, uh, inschakelen. Um, en dat heb ik gedaan. En met haar heb ik ook echt wel gekeken: van nou, wat, waar zit jouw affiniteit, waar zit je kwaliteit? Uh, welke functie hoort daar dan bij? En uh, zo hebben we eigenlijk een beetje gezocht naar. Uh, wat zou je dan nog meer willen hebben? Of wat heb je nodig in een baan? En daar kwam dan met name uit dat nou ja, wat ik aan het doen was eigenlijk heel erg paste bij wat ik uh, kan en wat ik leuk vind. Wat dus klopt, want ik had het heel erg naar mijn zin. Maar dat ik uh, blijkbaar ook een behoefte heb om me continu te blijven ontwikkelen. Ja. En dat is in sommige functies gewoon lastig. Ja. En kwam er ook al gelijk uit van uh, de zorg. Dat is iets waar je in uh, in verder moet. Of werden er ook wel andere branches aangekaart toen door die loopbaancoach? Ehm. Um... Nee, nee, ik denk, nee, we hebben niet echt gekeken naar andere banen. Ik denk dat wat er uit, met name ook uit affiniteit kwam... is dat ik het belangrijk vind om um, een verschil te kunnen maken. Um, en in essentie de wereld een beetje mooier te maken voor iemand anders. Ja. En dan kom je wel heel snel bij de zorg uit. Ja. En wat, is, uh, wat zijn de stappen die je vervolgens hebt uh, ondernomen? Ben je gewoon eigenlijk lukraak gaan, uh, gaan solliciteren? Hoe, hoe ging dat? Nou, ik heb wel een beetje gekeken naar wat ik... Um, Welke functies er dan zijn. En dat is, was bij mij dan wel best lastig. Want wat ik deed, past dus eigenlijk heel goed. Dus dan moet je ja. eens gaan zoeken wat erop lijkt. Maar ja, al bij de Raad voor de Kinderbescherming is het een meestal specifieke uh, vakgebied. Uh, dus ik heb wel een beetje zitten kijken naar misschien een beetje de beleidsmatige kant op. Want ik vind het wel leuk om na te denken over dat soort dingen. Um, daar heb ik ook binnen mijn functie, binnen de kinderbescherming, wel dingetjes in gedaan. Op het Landelijk Bureau uh, meegedacht. Uh, maar uiteindelijk raak je dan een beetje de essentie kwijt ja. voor mijn gevoel. Dus dan kwam ik thuis na een dag vergaderen. En dacht ik: wat heb ik nou de hele dag gedaan? Ja, ja. Vergaderd, ja, nuttig. Maar, ja, en ongetwijfeld nuttig. Maar de tempo is voor mij dan: ik, ik heb iets nodig om voor het gevoel te hebben dat ik er. Dat het tastbaarder is wat ik aan het doen ben. Ja, dat horen we vaak ook. Hè? Dat, 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 dat maatschappelijke belang, dat stukje voldoening. Dat je aan het eind van de dag kunt zeggen van nou, dit, dit en dit heb ik allemaal toch maar eventjes mooi gedaan uh, vandaag. Maar ja, natuurlijk echt een achtergrond uh, met kinderen. Had je voor jezelf uh, ook in gedachten van nou, misschien is dat toch wel iets wat ik straks wil voortzetten in een volgende functie met kinderen? Of heb je dat ook wel losgelaten ergens? Uh, ik denk dat ik de, in essentie wel begon met het idee van ik, ik wil nog steeds wel iets met kinderen. Daar zit ook mijn kennis en mijn expertise. Ik heb twintig jaar vakervaring uh, in de pedagogiek, dus dat wil ik graag behouden. Maar ik ben ook wel iemand die zich laat verrassen door de reis. Dus ik zei, ik ga daar ook wel een beetje blanco in. Ja. Um, en ik ben nu uh, 2,5 jaar onderweg als leerling, HBO-verpleegkundige. Um, en ik heb binnen die tweeënhalf jaar dus meerdere afdelingen langs zien komen. Um, en me ook wel laten verrassen van oh ja weet je er zitten ook wel heel veel leuke kanten aan uh, met volwassenen om te gaan of uh, uh, de acute zorg of dus ik, ja nee ik heb er wel echt allemaal een beetje bekeken maar uiteindelijk mis ik gewoon toch dat stukje uh, ik snap kinderen en ik snap ouders ja. en daar zit gewoon omdat ik daar twintig jaar vakervaring in heb dus het voelt ook een beetje als nou ja, dat, 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 dat is wat bij me hoort. Ja, en iets wat je dus terug kunt vinden ook in de functie van verpleegkundige? Ja, uiteindelijk wel. Op dit moment ben ik nog met de opleiding bezig, dus ga je, zit je sowieso op alle algemene verpleegafdelingen. Uh, maar uit, hierna ga ik door zeg maar, naar een specialisatieopleiding uh, binnen de kinderverpleging. Ja, hey, en dat stukje verpleegkunde. Hè? Want ik hoorde het nog niet terug in het verhaal van de loopbaancoach. Die is daar misschien niet 1, 2, 3 mee gekomen van nee. goh, dat is iets van jou. Wanneer is dat zaadje geplant eigenlijk om dat te gaan doen? Ja, dat kwam uh, door een collega van mij die uh, waarmee ik aan de telefoon zat en we hadden het over wisselingen van banen. En uh, uiteindelijk zij zei zij tussen neus en lippen door ja, nee, want mijn zwager die is naar verpleegkundige uh, gegaan. En dat, de context was volledig anders. Maar dat woord bleef gewoon hangen. En ja. toen dacht ik, oh ja. De, ik vond dat medische. Uit, uh, vroeger vond ik dat super interessant. Uh, maar dat heb ik een beetje. Ja, je rolt ergens in in je leven. Uh, dus ik ben de sociale hoek ingegaan. En ik heb dat medische eigenlijk nooit meer zo actief over nagedacht. Dat ik dat ook heel leuk vond. Nee. Uh, tot dat moment. En toen dacht ik, ja, dat vind ik wel echt heel vet. Daar kan je ook heel veel kanten mee op. Um, en kan ik ook nog een beetje gebruiken met het wat ik nu aan het doen was, of wat ik toen aan het doen was. Ja, gaaf. En dan is dus inderdaad je motivatie aangewakkerd. Maar ja, er komt waarschijnlijk ook een besef van, dan moet ik dus een opleiding gaan doen. Ja. Een, een traject gaan volgen. Hoe, hoe was dat? Want je hebt natuurlijk een, een gezin en je moet nou ja, toch weer een, een meerjarig traject in. Hoe werd het thuis eigenlijk ontvangen, die beslissing? Um... Ja, nou, de echtgenoot is ook iemand die eigenlijk de ene vervolgopleiding naar de andere doet. Okay. Dus, euh, leren en ontwikkelen <laughs> dat zit. Het was wel... jullie niet vreemd. Nee, dat zit wel echt in onze core, zeg maar. Dat vinden we belangrijk. Um, en ik denk dat ik het ook belangrijk vind om uh, aan mijn kinderen mee te geven dat je moet doen waar je blij van wordt. Um, en als wat je aan het doen bent uiteindelijk niet meer bij je past, dat je dan ook je dromen moet durven volgen en iets anders moet gaan doen. Dat ja. gezegd hebbende. Uh, is het een heel mooi ideaal om in de opvoeding door te grijpen. Maar om het al vervolgens zelf te gaan doen, vond ik wel een stukje spannender hoor. Dan, uh, ja. Als ik het nu heel makkelijk vertel. Uh, dan is de praktijk toch ineens anders dan ja. de theorie. Want ik kan me ook voorstellen dat je eventjes een, uh, een, de begroting gaat uh, bekijken. Of ja. in ieder geval het hu huishoudboekje. En denkt van, ja, kan het allemaal wel in deze ja. periode? Ja, iedereen zei ook tegen mij, ja, vind, we vinden het echt super stoer dat je het doet. Toen dacht ik, ja, stoer. Het is ook wel mazzel. Dat ik het kan. Ja. Want ik ben inderdaad, ik ben teruggegaan in salaris. Uh, ik ben meer gaan werken, ik ben minder flexibel. Uh, die, de kinderen hebben daar echt wel even aan moeten wennen. Het zijn gelukkig al puurs, Dus die uh, hebben, nou, hebben ze tenminste wat te klagen dat ik er nooit ben. Dat uh, Kunnen ze ja. nou mooi hierop uh, gooien. Um, maar ik, ja, het is wel mazzel dat, dat ik inderdaad een, een wederhelft heb met een vast inkomen waardoor dit kon. En die beslissing dus eigenlijk vrij snel uh, genomen wordt. Ja. Hey, en dan start je die uh, opleiding, dan ben je ineens weer uh, leerling. Ja. Was dat makkelijk om je naar die rol eigenlijk te schikken? Um, nou, ik moest wel even wennen. Ik denk dat je bij elke overgang je in het begin vooral voelt wat je aan het verliezen bent. En ik verloor natuurlijk een hoop. Ik had 15 jaar op één plek gewerkt waarbij ik ja. een senior was, waarbij ik uh, continu, hè, zelf leerlingen heb begeleid en nieuwe collega's heb in kunnen werken. Um, en ja, iedereen kende me. Weet je, ze konden aan mijn neus zien hoe het, hoe het met me ging. Um, en dat, dat ben je allemaal kwijt. Je, snapt, je weet niet eens meer waar, waar de paperclips liggen. Dat is heel frustrerend uh, om, om mee te starten. Ja. Dus ik denk dat ik dat wel lastig vond, um, maar me altijd wel heb vastgehouden aan um, wat ik uiteindelijk ga winnen. Ja. Uh, en dat is best een lang traject, natuurlijk, drie jaar. En dat is voor, voor sommige mensen is het bijna onoverkomelijk om erover na te denken. Maar dat heeft me wel, uh, zeker in die beginfase, wel op mijn been geholpen. Ik denk, ik heb toen ik vier maanden bezig was, ook wel echt een moment gehad. Ook wat heb ik er God van gedaan? Dat kan ik me heel goed voorstellen, ook omdat je nog aan het begin zit en denkt van goh, we moeten nog ja. drie jaar. En ik snapte en... er niks van en ik dacht echt alleen maar ik ben iedereen aan het aan het voorliegen dat ik verpleegkundige ben in dit witte pakje, want dit klopt helemaal niet met wat ik was. Nee. Dus dat heeft wel even geduurd voordat ik dacht, ah oh ja, dit, uh, ik kan dit wel. En uh, ik had een heel lief team waar ik zeg maar mijn eerste jaar op door kunnen brengen en die hebben er ook wel af en toe wel een beetje doorheen. Van joh, het komt wel goed, maar ja, het is een hoop verliezen. Absoluut. Ja, maar fijn om te horen dat hij die twijfel uiteindelijk heeft plaatsgemaakt voor een stukje vastberadenheid ja. om het te gaan doen. En de rest van, van de opleiding, hoe ben je daarheen daar doorheen gegaan? Er voel je nog andere obstakels of, of hobbels of ging het eigenlijk vrij soepel? Um, nou ja, ik vond het wel uh, spannend om te weten hoe mijn hersenen het gingen doen. Want mijn vorige HBO was toch uh, ruim 15 jaar terug. Ja. Um, en die zijn wel iets roestiger, moet ik eerlijk bekennen. Eh. Dus het kost hem allemaal iets meer tijd. Terugwerken denk ik, god, dat ben ik door mijn vorige HBO heen gemasseld. Want ja. Voor deze moest ik echt <laughs> heel hard werken. Maar uh, het loopt allemaal wel. Uh, het lukt ook. Uh, ik ben bijna klaar. Ik moet mijn thesis over twee weken inleveren. Um, en dan in mei mijn diploma, als uh, alles goed gaat. En dat, daar lijkt het nu wel. Uh, Naartoe te gaan dus. Nou, we duimen uiteraard met je mee en we gaan uit van Dank. een, een goede, goede afloop. Maar tegelijkertijd doe je natuurlijk ook wat ervaring op hè? in het ziekenhuis. Dat ja. hoort er natuurlijk bij bij zo'n opleiding. En is misschien ook wel prettig om gelijk te zien waar je het voor doet. Ja, dat, ik denk dat die concreetheid heb je, heb je zeker ook als, als carrièrewisselaar. Ja. Uh, wel echt nodig om te, kunnen zo om te kunnen zien wat doe je. Ik weet dat die twijfel uh, die ik zeg maar in de eerste maanden had, die had ik het sterkst op het moment dat ik niet aan het werk was. Ja. Dus ik had een weekje vrij en ik dacht thuis echt. Ah, wat ben ik nou eigenlijk? En ik was aan het studeren en het lukte niet. En nou, ik vond het allemaal maar ingewikkeld. En toen ging ik werken en toen, ik, ik, denk, ik weet niet eens meer precies wat er gebeurde. maar het was iets heel simpels. Een leuk gesprek met een patiënt of iets heel, heel kleins eigenlijk. En toen dacht ik, oh ja, hier word ik ook weer zo blij van. Ja. En toen zei inderdaad mijn uh, toenmalige collega zei ook: van ja, maar dit is toch waar je het uiteindelijk voor doet. En je gaat het echt wel snappen en het komt echt wel goed. En toen dacht ik, oh ja, dat is ook zo. Dus naar mijn werk gaan heb ik eigenlijk altijd heel leuk gevonden. Uh, maar het, ja, het is absoluut uh, het is, het is een, het is een omschakeling. Maar, uh... Ja, maar dus dat uh, in de praktijk ervaren, hè, ja. wat je eigenlijk altijd al in je hoofd had, dat was voor jou wel een stukje bevestiging van: oh ja, ik ben op de goede weg nu. Ja, ja juist die combinatie met praktijk maakt dat je ziet wat je aan het leren bent. Dus dat het, dan wordt het niet meer heel theoretisch: van ik ga later als ik groot ben verpleegkundige worden. Want. Ja, de dag erna sta je naast het bed. Ja, hey, en nu, uh, nu ben je een, een, een tijdje bezig en heb je een tijdje meegedraaid in het, uh, het ziekenhuis uh, natuurlijk. Uh, wat zijn voor jou nou echt uh, de hoogtepunten daarvan? Of echt uh, de, Kun je misschien wat voorbeelden geven van wat mooie momenten die je hebt meegemaakt, die je ook uh, bevestigen in je motivatie? Oeh, um, het eerste waar ik aan denk, is, toen was ik, toen werkte ik er net. Dus ik mocht eigenlijk helemaal nog niks. Verpleegtechnisch mag je natuurlijk dan helemaal nog geen handeling uitvoeren. Dus ik kon, nee. kon eigenlijk helemaal niet zoveel. Um, en toen hadden we een patiënt, die werkte op de afdeling neurologie. En een patiënt met een hele zware uh, uh, strook had zij gehad. En zij, eigenlijk, zij ging overlijden. Dus zij lag in het palliatieve zorgpad. Um, en ja, dan kan je eigenlijk niet zo, natuurlijk niet zo heel veel. Dan ga je echt voor comfort. Uh, en zij was heel onrustig. Uh, eigenlijk continu. Behalve als je de hand vasthield. Um, en ik mocht natuurlijk helemaal verder niks, want het was echt nee. een week drie, of volgens mij. Um, dus toen zei ik op een gegeven moment tegen mijn collega Zal ik anders even bij haar gaan zitten? Want ja, uh, en toen heb ik inderdaad, denk ik, een uur daarnaast haar er en gewoon alleen maar de hand vastgehouden. En ze bleef echt heel rustig uh, uh, liggen in die tijd. En toen kwam inderdaad een andere collega die kwam echt binnen en die zei: Ja, en dit is, uh, dit is waarom het in je hart zit. Ja. En toen dacht ik: Oh ja, dat is wel. Dus dat vond ik ook wel goed om te merken. Dat je denkt, ja, want je begint zo'n opleiding, en je denkt, ik kan helemaal niks. Ik, uh, ik begrijp er helemaal niks van. Um, maar dat is niet waar de zorg natuurlijk om draait. Dat is ook gewoon om er kunnen zijn. En soms hoef je niet zoveel, behalve een hand vast te houden. Ja, mooi. Hey, straks uh, dan uh, is het mij. En dan heb je straks ja. uh, die diploma in je handen. gaan we gemakshalve eventjes uh, vanuit. Vingerskast. Ja. De... Wat is de bedoeling dan voor jou? Heb je het pad al een beetje uitgestippeld? Ja, ik wil. Um, wel gaan, ik wil meteen eigenlijk toch door, door gaan specialiseren. Ik ben al wat ouder, dus voordat ik helemaal dement ben. wil ik alle studies erachteraan uh, kunnen jassen. Ja. Um, en ik heb binnen die 2,5 jaar dat ik nu in het ziekenhuis werk. wel echt om me heen gekeken van wat vind ik nou interessant. Welke afdeling vind ik leuk. Ik kom uit de jeugd, maar dat hoeft natuurlijk niet per definitie te zeggen dat ik dan ook uh, uh, daarin terug uh, moet. Um, dus ik ben er wel heel open in gegaan. En uh, wat ik heb gemerkt is dat ik, ik hou wel een beetje van actie. Ik vind het. Uh, uh, belangrijk om een beetje dat essentiële te hebben, dus echt een beetje die acute zorg vind ik heel interessant, maar ik miste vooral uh, ook wel echt ouders, kinderen en die context. Ja. En dat is toch ja wat ik twintig jaar heb gedaan, dus waar ik waar ik me gewoon uh, vertrouwd mee voel en waar ik het gevoel heb ook een expertise te hebben in opgebouwd. Uh, dus uiteindelijk ga ik uh, terug of naar nou ja, terug, maar ga ik naar de kinderzorg en ga ik me uh, beginnen aan de opleiding tot uh, kinder IC verpleegkundige in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Ja gaaf. En hoe lang ben je daar dan uiteindelijk nog mee bezig? Dat is nog zo'n maand of veertien. Dus okay. En dan ben je niet. Ja, vroeger moest je dan eerst kinderverpleegkundige zijn en dan IC, uh, maar ze hebben nu een uh, gecombineerde opleiding waarbij je dus kinder IC verpleegkundige bent uh, na die veertien maanden. Ja. En hoe sta je er nu in? Want je hebt dan bijna drie jaar afgerond. Denk je van, uh, boh, dan moeten we weer veertien maanden of uh, nee, gaan we, die gaan we ook nog eventjes doen. Ja ja Ik heb er ook wel zin in. Omdat het denk ik ook. Uh, kijk, ik heb in de afgelopen 2,5 jaar heel veel, heel veel leuke dingen geleerd. Uh, heel veel interessante dingen. Maar ook wel dingen waarvan ik dacht. Dat ah, vind ik minder. Hoeft voor mij niet. Nee. Uh, en dit is natuurlijk heel erg gericht op het vakgebied waar, waar ik echt heel erg op aangaan, waar ik heel erg blij van word. Dus ik heb wel zin om me daarin te kunnen verdiepen. Ik ben wel iemand die. Uh, wat ik doe, wil ik ook wel goed kunnen doen. Dus kennis is voor mij, ja, dat is ook een reden voor die overstap natuurlijk. Ja. Uh, ontwikkelen, verdiepen. Um... Dus ik heb daar wel zin in. Ja, het is toch wel mooi om te zien bij jou dat de cirkel dan toch weer een beetje rond is. We hebben veel kandidaten gehad die van iets naar iets totaal anders gingen. Maar bij jou blijft het toch altijd wel, of altijd blijft het gewoon bij die kinderen. En is dat ook iets waar je dan uiteindelijk tot aan je, nou, je zei het al, uh, demonteren, laat ik het zeggen. Tot aan je pensioen. <laughs> uh, daarin wil blijven werken. Ja, zoals dat, er nu in staat. Ja, ja, dat is wel. Ja, mijn, mijn huidige werkbegeleider die zei. Nee, nou, dit na tien jaar ga je toch weer wat anders doen, uh, Fran. Ik zei, nou, ja. dat, dat weet ik niet. Ik, ik op dit moment denk ik, dit klopt. Het is een verbinding van mijn oude vakgebied met het huidige vakgebied. Um, en dan is, wel, dan is de cirkel inderdaad rond. Dus en ik kan me niet voorstellen dat ik daar uh, binnen twee jaar uitgeleerd ga zijn. Zeker nee. niet. Dus uh, ik heb er, ja, ja, ik heb er heel veel zin in om daar uh, me te kunnen verdiepen. En uh, ook. Uh, veel ervaring in op te doen. Ja, mooi. Het was een mooi verhaal uh, die je uh, aan ons bracht, Francisca. We sluiten deze podcast eigenlijk altijd af met een, uh, een tip. En die krijgen de luisteraars niet van mij, uh, want ik heb er niet zoveel in de, in de zorgsector. Maar wel van jou, natuurlijk, als ervaringsdeskundige. Uh, heb je een tip uh, voor de luisteraar die nu zit te twijfelen om de overstap te maken naar de zorgsector? Of die misschien in de zorg- en welzijnsector werkt, maar denkt van ja, ik wil iets anders gaan doen, maar ik weet niet hoe. Uh, kun je ze iets meegeven vanuit jouw wijsheid die je de afgelopen jaren hebt uh, verkregen? Um, nou, ik denk dat het... Uh, ja, kijk, in essentie is het belangrijk dat je, vind ik tenminste, dat je doet waar je blij van wordt. En als dat niet meer zo is, dan um, moet je die stap durven nemen. En volgens mij kan je alleen maar spijt hebben van de dingen die je niet hebt geprobeerd. Ja, dus volg je hart is toch wel een credo dat ook hier geldt. Ja, hoe spannend het misschien ook af en toe kan zijn. Maar het is iets wat ik mijn kinderen probeer mee te geven. Dat ze vooral moeten doen waar ze blij van worden. Um, dus ja, dan moet ik het zelf ook doen. Dus dat heb ik dan maar gedaan. Ja, en met succes. Ja, vooralsnog wel. Ja, dankjewel voor je komst, Francisca. Graag gedaan. Dit was de Zorgavonturen podcast. Wil jij naar aanleiding van deze aflevering ook op avonturen in zorg en welzijn? Kijk dan op ontdekdezorg.nu. Je vindt hier activiteiten en vacatures bij jou in de regio. Heb jij zelf een avontuur om te delen? Dan horen we dat ook graag. Neem contact met ons op via de contactgegevens in de beschrijving.